modefabriek is voor ons belangrijk. Wij zijn natuurlijk een Nederlands merk wat al meer dan 35 jaar bestaat. Wij hebben nagenoeg geen enkele editie gemist. Het is voor ons een gezellig, ontspannen manier om samen te komen met onze klanten en onze toekomstige klanten. Om die ongedwongen en gezellige manier te benadrukken hebben we een sandwichhuis gebouwd. Dus iedereen is welkom in ons huis. Een persoonlijke noot die we daaraan toevoegen is dat we een dichter in huis hebben. Dus als je een aantal steekwoorden geeft, wordt er een persoonlijk gedicht voor je geschreven. Het is voor onze klanten natuurlijk een eerste oriëntatie op onze collecties. De collecties hangen beneden in ons huis. Ik sta nu op het dakterras. En ons DNA van sandwich, dus onze gewassen, stoffen en details op onze ontwerpen, die zie je duidelijk terug. En Cavarallo Napoli is een mannen- en vrouwenmerk in het smart casual segment. En eigenlijk voor het eerst zijn wij op de modefabriek met een aparte stand voor onze womenswear lijn. En dat is voor ons heel erg spannend, want we zijn gewend om dat met een dames- en heren stand te doen. En vandaag eigenlijk voor het eerst op deze beurs als Cavallaro Womenswear. Wat je ziet deze ronde van de modefabriek is eigenlijk dat de damesmode nog veel meer aandacht heeft gekregen ten opzichte van de heren. Er zijn heel veel nieuwe merken bij, leuke stands, dus er hangt een hele lekkere vibe. Voor ons is dat ook belangrijk, want modefabriek is eigenlijk de belangrijkste modebeurs in Nederland voor de Nederlandse retailers. En wat ook vooral heel erg leuk is, we zien niet alleen maar de inkopers, maar we zien ook heel veel personeelsleden. En dat is ook leuk om die mee te nemen in de beleving van het merk, om het DNA te laten zien. En ja, alle merken zijn hier, dus fantastisch. Nou, ik kan me nog herinneren dat de modefabriek jaren geleden een beurs was waar alle vertegenwoordigers en agenten met een krantje onder hun arm binnenkwamen en dan gingen wachten tot de klanten kwamen. Tegenwoordig ziet er allemaal wat anders uit, hè? Digitale tijdperk, is iedereen veel meer bezig met communicatie. Dus er zijn veel meer middelen, veel meer methodes om uiteindelijk die retailer te triggeren om naar die merken te komen kijken. De reden dat we op de modefabriek staan is dat we onze klanten in Nederland en ook ver daarbuiten, dat we die willen laten weten dat we tegenwoordig werken met vier mooie thema's. En die thema's die zijn elke keer afgestemd op een bepaalde periode in de uitlevering. En zo hebben we door de collectie heen hebben we een aantal elementen die in elkaars verlengde liggen. En dat is voor de consument is dat heel begrijpelijk. En uiteindelijk moet je beginnen bij die retailer. Dus een goede uitleg is daar gewoon heel erg belangrijk. Deze stand is hier puur om relaties een goed beeld te geven van welke collectie we hebben. Je ziet eigenlijk maar een heel klein onderdeel van ons assortiment. We hebben in Amsterdam een hele grote showroom waar ik denk 10 keer zoveel staat dan we hier kunnen laten zien. En we willen graag met onze klanten dan ook bij ons thuis het gesprek aangaan om te kijken wat ze willen, welke collectie ze willen inkopen en wat voor hun het beste resultaat oplevert.